Goedendag, mijn naam is Freek Zonnevan en dit is kort een overzicht van het Amsterdamse nieuws. Het geluid van een snelweg en het uiterlijk van een kerncentrale. Bewoners in de pijp worden sinds november gek van een airco-installatie van de HEMA. Maar nu eerst Amsterdam in oranje koorts. Niet alleen vanwege het Europese voetbaltoernooi is Amsterdam momenteel weer in oranje koorts. Stadsdeelcentrum wethouder Van Ravenswaaij maakte gisteren bekend dat hij voornemens is om in 2016 de gehele grachtengordel oranje te laten inpakken door de Bulgaarse kunstenaar Christo. Christo, bekend van onder andere de ingepakte Pont Neuf in Parijs, wil de gehele Amsterdamse grachtengordel vanaf de Herenmarkt tot aan het Antropodok inpakken in oranje folie. Ja, het gaat om een gigantisch project waarmee Amsterdam een enorme toeloop gaat krijgen. De hele wereld gaat hierover publiceren. De verbondenheid met de kleur oranje, het Koningshuis, de grachtengordel. Ook ontstaan in een tijd dat Nederland echt van zich liet horen. Ja, de MKB'ers van Amsterdam die verdienen dit. Ze hebben lang genoeg in de panade gezeten met die hele metro. En dit is gewoon de impuls die Amsterdam nodig heeft. Dat niet iedereen staat te springen om een ingepakte grachtengordel blijkt uit de reacties. Wij maakten een rondje. Dit zijn plannen van een gek. Deze man, ik weet het niet, maar de Amsterdamse grachtengordel heeft geen papiertje nodig. Is mooi genoeg van zichzelf. Ik weet niet waar die man mee bezig is, maar ons culturele erfgoed wordt de grabbel gegooid. En dat door mensen, er wordt hier gewoond, er wonen hier mensen. Hoe moet je het raam uitkijken? Met alles oranje, je kijkt de deur uit. Het is een ridicule idee. Ik ben het er pertinent mee oneens. Lijkt mij wel grappig, ja. Leuk. Well, that's great. That's just great. Oh ja, ik vind het wel leuk. Leuk plan. Ja, ik vind het wel een beetje fan van zijn werk, ja. Ik vind het wel leuk. Heeft Berlijn ook gedaan voor andere dingen. Ja, dat wordt wel allemaal wat oranje, denk ik, maar het heeft wel weer een sfeertje. Ja, ik vind dat doek wel leuk, maar ik zou de kleur een beetje anders doen. Ik moet het eerst nog maar eens zien en ik denk toch niet dat het gaat gebeuren eigenlijk. Een beetje hard hoofd in. I think it's adding attractions to Amsterdam. Maybe might be too much in the end, you know, because you've got lots of things to look at. But I think it's an interesting, anything creative I admire and appreciate. If it's not too expensive, why not? Ik vind het niet nodig. Ja, maar nee? Ik heb liever groen. Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Het geluid van een snelweg, dat is wat ze zeggen van de airco.